Goedemiddag iedereen en welkom op ons eerste webinar van dit schooljaar. Samen met mijn collega David Rijvel ga ik jullie meenemen in de wereld van I3. We gaan als het ware op ontdekkingsreis door de eerste tools die ik met jullie wil laten zien. Ikzelf ben Anneke Verbeek. En ik ben hier vandaag samen met David Rijbel, die jullie ook in de camera kunnen zien. Ik zal met jullie door de presentatie gaan. En later, op het moment zelf eigenlijk, zal Davy de vragen beantwoorden die jullie in de Q&A kunnen stellen. Ik overloop het eventjes. Jullie zijn allemaal muted. Dat wil zeggen dat jullie niet de mogelijkheid hebben om tussendoor te praten tijdens de uitzending. Alles wordt opgenomen, zodanig dat jullie het later allemaal nog een keertje kunnen bekijken. Heb je toch vragen tijdens de hele sessie, dan heb je de mogelijkheid om die onderaan in de Q&A te stellen. Davy zal er dan voor zorgen dat die beantwoord worden. Na de sessie, op het einde van de week waarschijnlijk, zullen jullie dan de opname en de Q&A, de vragen die allemaal gesteld zijn, zullen jullie dan in de mailbox mogen ontvangen. Ik hoop dat alles duidelijk is voor iedereen. We gaan er rustig doorheen door een aantal tools. Dit is een trigger. Dit wil zeggen dat dit eigenlijk voor jullie een kleine kennismaking is met de nieuwe stappen die er zijn in I3 Learn Hub. Voor zij die helemaal nieuw zijn of die nog eens een opfrissing wilden. Een klein tipje van de sluier gaan we ook al oplichten over hoe het er binnenkort gaat uitzien. Dat wil zeggen dat we niet al te veel veranderd hebben, maar er is een grote meerwaarde aan onze startknop toegevoegd. Davy zal jullie daar op het einde veel meer over vertellen. Ik zei het al, ik ga een klein beetje laten zien wat al de verschillende tools zijn, want jullie hebben de mogelijkheid, zoals je op het einde ook zal zien, om een live sessie te volgen of eventueel ook een ander webinar waar jullie dan nog kunnen aan deelnemen. Oké, zullen we dan maar starten? Een van de belangrijke dingen natuurlijk die jullie willen doen in een les is weten hoe je moet starten om een les te maken. Ik ga eventjes overschakelen naar een nieuwe tabblad, want je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer dan één tabblad open te doen. En in dat nieuwe tabblad ga ik jullie laten zien hoe je met I3 Learn Hub kan starten om een les te maken. Eerst en vooral heb je links onderaan heb je een blauwe bol met drie streepjes in. Wanneer je daarop klikt, dan kom je in het menu. Ik heb gezegd, we gaan starten om een les te maken, dus we gaan klikken op de knop nieuw. Wanneer je op nieuw klikt, kan je kiezen of je wil starten vanuit een leeg bestand, een gewone witte pagina, of je kan ook starten vanuit een schabloon. En een schabloon is in dit geval een achtergrond. Bij je achtergronden kan je kiezen uit kleuren, maar wil je een wiskundeles maken, heb je de keuze uit verschillende ruitjes, templates, of een taalles of een schriftles. Heb je hier de mogelijkheid uit verschillende lijnen. En zo kunnen we verder gaan naar thema's waarbij het soms leuk is om ineens een leuke achtergrond te hebben die je wil gebruiken binnen je thema. Ik ga hier bijvoorbeeld een van de lijnen nemen. Ik klik op de template die ik wil gaan gebruiken en ik kan hier nu op het groen vinkje klikken. Bovenaan heb ik ook nog de keuze of ik een kantlijn wil hebben of ik dit nu wil toepassen op alle pagina's. Dit wil zeggen, wanneer je elke keer een nieuwe pagina maakt, zal dit met dezelfde achtergrond zijn als je hier hebt. Ik ga nu de keuze niet laten om gewoon een lege pagina te nemen. Dus ik heb hier mijn plantijnachtergrond aangeklikt en ik klik op het groene vinkje en ik heb meteen een achtergrond gekozen. Wanneer je dit hebt, heb je nu bovenaan de autosave staan. De autosave die kan ervoor zorgen dat jij meteen van in het begin van je les kan gaan kiezen waar je je les wil opslaan, waar je document wil opslaan. En dan gaat dit ook geleidelijk aan je nieuwe dingen gaan invoegen, gaan die ook automatisch opslaan. Vandaar de naam autosave natuurlijk.
Ik ga hier nu voor kiezen om de les die ik nu gelijktijdig in het webinar ga aanmaken, om die persoonlijk op te slaan. Weet dat je enkel persoonlijk kan opslaan wanneer jij zelf een account hebt die betalend is. Voor mensen met een free account, die kunnen enkel in de publieke bibliotheek gaan opslaan. Hebben jullie met de school een team account, dan kan je in die team map lessen opslaan die jullie dan ook allemaal gezamenlijk kunnen bekijken en gebruiken. Ik ga vandaag voor de persoonlijke opslag. Persoonlijke opslag geeft mij ook het voordeel dat ik een mappenstructuur kan aanmaken. Die kan je, zoals je binnenkort zal zien, ook in de teammap doen, maar we blijven nu eventjes bij de persoonlijke. Een map aanmaken kan je door op het plusje te klikken en dan heb je zelfs nog de mogelijkheid om submappen te maken. Heel eenvoudig door op de plus te klikken en dan kan je een mapje gaan bijvoegen. Ik wil hier bijvoorbeeld nog een extra map bijvoegen. Ik klik hier op de plus. Ik ga een extra mapje bijvoegen. En wanneer ik enter, komt mijn mapje test erbij. Ik klik nu op test, want ik wil het document dat ik ga opslaan, ga ik in die testmap opslaan. We gaan nu een naam geven. Test, webinar, geef ik een naam aan deze bordles die ik maak. Ik ga met het pijltje naar mijn volgende pagina. Ik ga een niveau selecteren. Ik neem primair of basisonderwijs. Ik heb ook de mogelijkheden om een onderwerp te kiezen. Stel bijvoorbeeld een wiskundeles en ik ga verder. In het volgende stukje ga je nu hashtags, als het ware kernwoorden, bijvoegen die jou helpen om die les sneller terug te vinden. Ik kan bijvoorbeeld hier tikken achtergrond of ik kan tikken vormen, omdat ik weet dat ik iets met vormen ga doen. Of ik kan daarin tikken optellen tot 10 enzovoort enzovoort. Jij kan zelf een aantal dingen die heel belangrijk zijn aan deze les toevoegen. En we gaan verder en we klikken op het vinkje om te gaan opslaan. Alles wat ik nu momenteel in deze les ga doen, gaat automatisch opgeslagen worden en is op het einde eigenlijk een les die helemaal klaar is. Ik ga weer eventjes naar mijn presentatie. We weten nu hoe we kunnen starten en dan kan je verder gaan. In dit geval gaan we kijken hoe je een pen kan gebruiken, hoe je tekst kan invoegen en hoe je vormen kan invoegen. Een pen gebruiken, onderaan heb je het icoontje. Je ziet hier dat je kan selecteren uit 3 soorten pennen. Je neemt bijvoorbeeld de pen. Je klikt aan de zijkant, klik je op je balk. Je hebt standaard kleuren. Je hebt persoonlijke kleuren. En daar kan ik één van de kleuren aanklikken. Mijn pen heeft nu die kleur. Je kan een lijnstijl kiezen. En je kan nog een bepaalde dikte kiezen. En wat ik hier nu schrijf op mijn scherm is het gebruik van de pen. Ik kan ook bijvoorbeeld een markeerstift nemen om iets duidelijker te maken. Dit is één manier om iets toe te voegen aan je document. Een andere manier zou tekst kunnen zijn. Je klikt onderaan op de T binnen de stippenlijntjes. Je klikt nu eenmaal op je document. Je kiest een kleur en je gaat aan de slag. Je ziet dat momenteel het tekstvak elke keer verkleint. Door aan de pijltjes te klikken aan de zijkant, door dit vast te houden, kan je ervoor zorgen dat je tekstvak wel uitgebreid wordt. Wanneer je nu op je pijltje onderaan in je toolbar klikt, dan zal je zien dat de tekst die je net gemaakt hebt, dat je die eigenlijk eender waar kan zetten, maar ook het woordje hallo dat ik net heb geschreven, is als het ware ook een object geworden dat ik best kan verplaatsen. Wanneer je erop klikt, heb je ook nog de mogelijkheid om het te verkleinen of te vergroten en je kan het opnieuw verplaatsen. Ik ga jullie eventjes terug naar mijn ander tablet en ik ga jullie een toepassing geven waarbij je dit heel makkelijk kan gebruiken.
Ik neem bijvoorbeeld een potlood. Ik neem dat potlood in een rode kleur. En in plaats van een volledige lijn, ga ik een streepjeslijn nemen. En ik ga nu op mijn document, ga ik nu een patroon maken dat mijn kinderen zouden kunnen namaken. Ik ga dit nu met het pijltje op dit patroontje klikken. Ik ga naar mijn drie puntjes daar onderaan en ik zeg vergrendelen. Wanneer ik nu opnieuw een pen neem en ik ga nu een andere kleur nemen en ik zorg ervoor dat dit wel een volledige lijn is, dan kan ik als het ware, kan de leerling over het patroon gaan en kan hij zo verder aan de slag. Wil er een nieuwe leerling aan de slag, dan klik je onderaan in je balk op de wissers en je hebt nu de mogelijkheid om alles weg te vegen, behalve het patroon, want dat is vergrendeld, dus dat blijft staan. Een van de leuke toepassingen die je eigenlijk heel gemakkelijk zou kunnen gaan gebruiken. Een ander stukje wat je ook nog makkelijk kan toevoegen, zijn de vormen. Ook weer onderaan in die balk, in die werkbalk, heb je verschillende soorten vormen die kan je gebruiken. Ik neem bijvoorbeeld een driehoek. Ik weet dat ik een blauwe driehoek wil. Dus ik kan hier aan de zijkant kan ik de vulkleur en de randkleur kan ik aanpassen. En ik maak door ofwel mijn vinger op mijn scherm te houden, maak ik een figuur. Ofwel door de linkermuisknop van je muis in te houden. Wanneer je dit loslaat, dan kan je enkel een nieuw figuur maken. Maar kan je niet je vorige figuur gaan vergroten of verkleinen. Ga je nu naar je pijltje, dan is dit opnieuw een object geworden. Klik je erop, kan je wel vergroten, verkleinen. Een paar hele eenvoudige basistoepassingen die je later zou kunnen gaan gebruiken. Wanneer ik verder ga, dan kunnen we zien, wanneer je verder gaat, komen we bij de afbeeldingen. Bij de afbeeldingen heb je verschillende manieren om een afbeelding toe te voegen en ik ga jullie één heel eenvoudige laten zien. Ik zei jullie al in het begin, het is een beetje een trigger die je gaat doen, maar er zijn nog verschillende mogelijkheden, maar die kunnen we spijtig genoeg vandaag allemaal niet tonen. Bij de afbeeldingen klik je onderaan bibliotheek. Je komt bij afbeeldingen en dan zie je aan de zijkant dat je hier al een heel deel afbeeldingen hebt. Dit zijn afbeeldingen die uit de bibliotheek van iedereen komen. Wanneer je nu naar je eigen bibliotheek wil gaan, dan kom je in je persoonlijke bestanden en hier kan je zien dat er al een aantal dingen zijn die hier aan toegevoegd zijn door mezelf. Maar ik wil misschien gaan kijken naar een afbeelding over bijvoorbeeld een leeuw. Ik tik bovenaan het woordje leeuw en ik ga zoeken. Er is spijtig genoeg geen enkele afbeelding gevonden, maar gelukkig heb je de mogelijkheid om via het internet toch naar de afbeelding van een leeuw te gaan. En dan zie je dat je meteen via de Bing Search een aantal afbeeldingen hier kan zien. Ik kan er meer dan één selecteren en dan klik ik op het groene vinkje. En de afbeeldingen worden toegevoegd. Alle afbeeldingen komen over elkaar, maar ik kan mits de pijl, heb ik de mogelijkheid om die afbeeldingen een plaats te geven in mijn LearnHub, in mijn bordles. Ja? Hetzelfde zoals daarnet. Wanneer je op het pijltje klikt en je klikt op een van de objecten, dan kan je het vergroten, verkleinen, verdraaien. En in de klas is het natuurlijk, op je digitaal bord is het natuurlijk heel fijn, want dan kan je zelf met je twee vingers kan je, je afbeelding vergroten of verkleinen. Ik vind de leerlingen altijd heel cool als ze je dat zien doen. We gaan een stapje verder. Ik heb gezegd, er zijn nog verschillende manieren om een afbeelding toe te voegen, maar daar zullen jullie in het volgende webinar mee aan de slag moeten. Het stukje om een les op te slaan, dat heb ik jullie in het begin laten zien via die autosave. Maar natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om hier opnieuw naar die knop
opslaan te gaan. Wanneer ik daar nu op klik, gaat hij automatisch alles opslaan wat ik al heb gedaan. Of je zou kunnen zeggen, ik ga dit opslaan. Als, ga je naar hier, kan je weer kiezen waar je het gaat opslaan. En ga je eigenlijk net hetzelfde stramien volgen als we daar net hebben gedaan bij die autosave. Geef je die autosave maar mee, en zeker in het begin van een les, omdat dan, zoals ik al zei, alles wordt automatisch opgeslagen. Gebeurt er plotseling iets met je computer of valt het internet uit, alle dingen blijven opgeslagen. En dat is een voordeel natuurlijk. Wanneer je beslist om je les pas op het einde op te slaan en niet van die autosave gebruik te maken, dan zou je al eens voor verrassingen komen te staan en dat wil natuurlijk niemand. Dus dit is een manier om dit als het ware een beetje voor te zijn. Gebruik dus die autosave. Oké, ik had hier ook nog iets klaargemaakt om jullie zo'n beetje te laten zien van hoe kan je nu een aantal dingen gebruiken. Want dit zijn zo wat de basisdingen om te schrijven, om een tekst te maken. Maar laat me nu eens zien hoe ik dit daadwerkelijk in de klas interactief kan gebruiken. Ik heb hier nu het voorbeeld genomen van een wiskundelesje, waar ik bijvoorbeeld oefeningetjes heb gemaakt. En ik heb de resultaten, bij stukje 1, heb ik de resultaten verborgen achter een oogje of achter een vraagteken of hier nog iets veel leukers. Wanneer ik nu klik met mijn pijltje eerst aan te klikken en ik klik op het oogje, komt mijn oplossing tevoorschijn. Wanneer ik klik op het vraagteken, heb ik eigenlijk ongeveer hetzelfde. Nu die laatste, dat is een hele leuke, want daar neem je je wisser voor, je gom of je bordwisser. En wanneer ik hier nu over ga, dan komt mijn oplossing ook tevoorschijn. Een hele leuke. Een andere manier die je zou kunnen doen, en die je ook wel op voorhand kan klaarzetten, is bijvoorbeeld het afdekscherm. Het afdekscherm kan ik nu zo groot of zo klein maken en kan ik hier op mijn oplossingen gaan plaatsen. En ik zou nu met mijn schermpje naar beneden kunnen gaan. Of wanneer je zegt, oké, de oefening is klaar, de leerlingen moeten het nu gaan controleren, kan je hier bovenaan op het vuilbakje of de prullenbak klikken en je ziet je oplossingen op. Dit om maar aan te geven hoe dat je er nu eigenlijk mee aan de slag kan. Ik ga weer een stapje verder. Ik klik hier nu aan de zijkant, aan de rechterzijkant, zie je nog drie puntjes. Wanneer je daarop klikt, zie je hier ook een spotlight of een verrekijker te staan. Wanneer je daarop klikt, krijg je hier een leuke toepassing die kinderen altijd geweldig vinden om bijvoorbeeld te zoeken wat er achter dit scherm zit. Je kan ook met het pijltje kan je het ook groter maken zodanig dat de afbeelding tevoorschijn komt. Vinden kinderen altijd een hele leuke om in de klas te doen en er zijn genoeg voorbeelden van waarbij je bijvoorbeeld je woordpakket op je bordles zet en waarbij je met het zoeklicht door je woordpakket gaat of een praatplaat waarbij je net zo één stukje van die praatplaat aan bod wil laten komen om de kinderen op die manier er beter over te laten praten. Dus was nog een leuke tip om te gebruiken. Nu, gebeurt het ook heel dikwijls dat jullie filmpjes willen toevoegen. Filmpjes die je via een link hebt of bijvoorbeeld via een YouTube-kanaal. Hier in dit geval heb ik een filmpje embed, zoals dat heet. Dus ik heb dat eigenlijk ingesloten in een speciale tool die wij ook in LearnHub hebben. Hier onderaan heb je een wereldbolletje en met dat wereldbolletje kan je dat heel makkelijk doen. Ik laat jullie eventjes zien hoe ik dat doe. Voilà. Ik heb hier een filmpje klaargezet op YouTube. Om dit nu te gaan gebruiken, zodanig dat ik niet al die andere toeters en bellen hier heb, ga ik naar de knop Share. Ik kies hier de insluit of de embed code. Daar klik je op. Je kopieert die. En die kopie, die gaan we nu gebruiken in onze bordjes. Nu gaan we, zoals ik daarnet zei, gaan we naar het wereldbordje. En hier krijg je URL ingeven. Je klikt daarop en dan ga je met je functietoetsen, Ctrl, V, ga je dit erin plakken. Je klikt op Enter en voilà. Hier is ons filmpje. Je klikt op het
schermpje met het pijltje in. En wanneer ik hier nu op klik, ga ik de start van mijn digitaal prentenboek kunnen zien. Wanneer je in je schermpje opnieuw klikt, ga je het pauzeren en kan je weer verder doen wanneer dat jij weer wil. Eén manier om bijvoorbeeld een medialink of een filmpje echt in een frame in je les te hebben. Je kan nu denken van, ja, maar waarom doe je dat nu eigenlijk? Want je kan toch even goed bovenaan je tabblad open doen. Wel, laat dit nu net zo gemakkelijk zijn, dat je dan de volgende keer, wanneer je dat filmpje van opa Sloddervos in je les wil gebruiken, dat je niet moet gaan zoeken op YouTube naar dat filmpje. Nu staat dat meteen in die les en je kan dat ineens zo gebruiken. Om bijvoorbeeld mijn opdracht, soms weet je je opdracht niet meer, heb ik hier bovenaan de functie van iets te verbergen. De opdracht hier is zoek de even getal. Okay, we sluiten het terug, want dat is informatie die de leerlingen dan niet de hele tijd moeten zien. De bedoeling is dat we nu kijken naar de getallen. Leerlingen moeten de even getallen zoeken. En je zou dit kunnen doen door op je potlood te klikken en er gewoon een cirkel te laten rondzetten. Zou een manier zijn, maar laat dit nu net een leuke interactieve manier zijn waarbij je dit met je leerlingen kan doen en dat ze ineens het juiste antwoord krijgen. Je klikt op het pijltje, ik klik hier bijvoorbeeld op het getal 36 en ja, die geeft aan dat dit een even getal is. Wanneer ik klik op het getal 11, dan zegt die nee, sorry, een rood kader, dit is geen even getal. Hoe maak je dit nu? Ja, ik hoor het jullie eigenlijk al een beetje denken. Je gaat naar je getal, of dit kan ook op een afbeelding, of dit kan ook even goed op een woordje. Dan heb je daaronder die drie puntjes. Daar klik je op en je gaat naar activiteit. Bij activiteit kan je nu zien dat ik hier een groen kader had aangevuld, maar ik zou even goed het woordje goed kunnen aanklikken. Wanneer ik daarop klik, ik ga nu naar mijn getal, dan geeft hij aan dat dit een juist antwoord is. Zo kan je eigenlijk op je activiteit, kan je op deze manier, kan je daar, op je getal, kan je daar een activiteit op plaatsen. Ja? Leuke oefening. Eigenlijk in no time is dit zo gemaakt. En toch heb je een leuke interactie tussen die kinderen. Vergeet niet dat onze kinderen gewoon zijn om met digitale materialen te werken, om te werken met een iPad, om interactief aan de slag te gaan. Dus hoe leuk is het nu eigenlijk niet dat jij als leerkracht dat ook zou kunnen maken en op die manier met hen aan de slag kan gaan. Dit zijn nu allemaal dingen die je moet klaarmaken, maar er staan voor jullie gelukkig ook een aantal dingen sowieso wel klaar voor jullie in de bibliotheek. Wanneer je hier rechts onderaan op die drie boekjes klikt, dan zal je zien dat je zowel die afbeeldingen die we al hebben gebruikt, maar dat je bijvoorbeeld ook een aantal apps kan gebruiken. En hier bovenaan hebben we een aantal apps die we voor jullie zelf al hebben gezocht. En er zijn ook een aantal applicaties die we in samenwerking met EduMedia. Dit zijn dus een aantal applicaties die je zo kan gebruiken. Dat wil zeggen, je klikt daarop. Je klikt op je groen schermpje en je hebt hier een toepassing die je makkelijk kan gebruiken. Ik kan hier nu geld verslepen. Ik zou aan de zijkant kunnen zeggen, ik moet het bedrag van 36 hebben. Je schrijft daar het getal 36. Kinderen moeten dan het getal 36 gaan leggen. Om hen niet te veel te helpen, kan je bijvoorbeeld ook hier onderaan klikken, zodanig dat ze de oplossing niet zien. Ik doe hier nog een 5 euro bij en ik doe nog 1 euro bij. We gaan nu controleren en voilà, het getal 36. We hebben 36 euro klaargelegd. Een van de gemakkelijke toepassingen die jullie eigenlijk, hier hoef je zelfs geen les voor te maken, dit kan je gewoon zelf zo opstarten wanneer je denkt dit nodig te hebben. Er zijn ook leuke toepassingen, bijvoorbeeld voor een taallesje kan je een klikklakboekje gebruiken. Je hebt een timetimer of een klokje dat je daar kan zetten. Dus gemakkelijke dingen die je heel snel kan oproepen.
Een andere manier, en ik ga hier heel eventjes de inkt allemaal tegelijk wissen. Een andere leuke toepassing zijn de 3D-leermiddelen. Dit zit alleen in een betalend pakket, maar ik laat het jullie toch eventjes zien, waarbij het heel fijn is om die modellen, die worden dan geüpload, ook weer al in je les. En hier heb je de mogelijkheid, hier kan je heel mooi de long bijvoorbeeld bekijken van alle verschillende kanten. En in een ander webinar laten we jullie dan ook zien hoe je dit echt met augmented reality kan gaan gebruiken, waarbij je zelfs je leerlingen voor je bord kan laten staan en waar zij moeten om te laten zien, waar zitten die longen nu eigenlijk? Hoe ziet dat er in mijn lichaam uit? Leuke toepassingen die je als het ware al 1, 2, 3 uit je bibliotheek kan halen. Zo, ik denk dat ik zo al een klein beetje de tools heb laten zien die je met e3Learner kan gebruiken. Ik heb jullie in het begin al gezegd dat dit maar een klein deeltje is, want we willen graag een live sessie die je kan volgen op 30 september of op 7 oktober, waarover later meer. En nu wil ik eventjes het woord geven aan Davy, want Davy zal jullie laten zien hoe Learner er vanaf binnen 2 weken ongeveer zal uitzien met een aantal leuke toepassingen, vooral om je les te starten. Davy, ik geef het woord aan jou. Ja, een goede namiddag iedereen, ook van mijn kant uiteraard. Ik ga zo meteen even mijn scherm delen. Inderdaad, even een tipje van de sluier oplichten voor een update die we gaan live zetten op 1 oktober. Dus eigenlijk al vanaf volgende week. Je hebt misschien ondertussen de nieuwsbrief al ontvangen, waarin wij al een klein overzicht hebben gegeven van wat er te veranderen staat. Maar natuurlijk, bij het uitsturen van die update worden er ook nog verschillende materialen voorzien. Wordt er ook een soort van een virtuele rondleiding voorzien in de software zelf om alles wat te ontdekken, zodanig dat je niet helemaal achterover valt van alles wat er veranderd is. Dus zoals Anneke inderdaad ook heeft aangegeven, is het inderdaad ook wel de bedoeling dat we jullie niet te veel overdonderen. Dus de veranderingen die gaan plaatsvinden, die zullen zeker niet te erg zijn of te groot. Hè. Een tipje van de sluier dus. En dan ga ik heel even mijn andere venster erbij nemen. Ziezo. Dit is onze eigen omgeving waar we alles wat uitproberen. Dus daar heb ik nu momenteel mijn gebruikersnaam klaarstaan. En om jullie te tonen hoe het dan werkt op het moment dat je aanmeldt, dan ga je aanmelden. Dus dat is eigenlijk het normale scherm. Alles blijft hier netjes hetzelfde. Nu, die melding aan de rechterkant, ja, dat kan veranderen natuurlijk. Ik klik even weg en alles blijft hier nog hetzelfde. Maar de grote verandering gaat erin zitten als je hier op de startknop gaat klikken. Als je op de startknop klikt, dan zie je een heel ander beeld. En met het beeld, je ziet hier en daar wel nog wat Engelse woorden, die worden tegen de update eruit gehaald natuurlijk, dat wordt allemaal netjes vertaald. Maar zie je dat alles wat veranderd is. Ja? Wat willen we doen? We willen ervoor zorgen dat jullie op een heel makkelijke manier naar de lessen kunnen gaan die je vaak gebruikt. Hè, er werd daarnet een vraag gesteld, kan je zelf schablonen maken? Ja, zelf schablonen maken en opslaan als een schabloon op zich is niet mogelijk, maar je kan wel bijvoorbeeld een les opslaan met de layout die je zelf wil en telkens gaan verder werken op basis van die les. En als je die veel gebruikt, dan gaat die ook netjes hier in dat lijstje komen te staan. Door op het mapje te klikken, open je die les en je bent vertrokken. Dus dat zijn de recente lessen. Daarnaast ga je ook een overzicht krijgen van de recente sessies. Nu, in verdere opleidingen kan je dan leren wat die sessies precies zijn. In een notendop wil het zeggen dat je lessen kan delen met leerlingen. Dat is een sessie. Maar je kan ook een virtuele klas starten om zowat het hybride lesgeven vorm te geven. Ook dat is een sessie. Dus al die zaken komen dan in dat rechtermenu. En onderaan zie je een aantal vakjes met namen van lessen. Een quickquiz, een agenda, schrijfpatronen, lesschabloon. Dit zijn in feite schablonen die wij al gebouwd hebben, zodanig dat je daar verder op kan bouwen. Dus als ik nu even verder scroll, zie je dat er tal van andere templates tevoorschijn komen en kan ik bijvoorbeeld met een weekplanning
voor het basisonderwijs werken. Als ik daarop klik en op het mapje klik, dan komt die les automatisch tevoorschijn. Je kan dan de woorden die er staan gaan bewerken. Je ziet als ik erop klik dat het slotje daar nu staat, dat kan ik ontgrendelen en kan ik het eventueel aanpassen door mijn tekstfunctie te selecteren en te klikken in het woord. Ja? En dan kan ik bijvoorbeeld het woordje maandag in het rood zetten. Zie je? Dus dat kan je allemaal makkelijk aanpassen. Dus op basis van die templates, die schablonen, kan je dan makkelijker lessen gaan bouwen. Dus even terug naar het startmenu en dan kom je terug in dit scherm terecht. Ik ga even een nieuw bestand nemen, een leeg bestand, ziezo. En ik ga terug naar het menu, want je ziet dat er bovenaan drie tabbladen zijn. Naast het starttabblad, waar je de recente lessen, de recente sessies en de schablonen die je makkelijk kan gebruiken, kan vinden, heb je ook een tabblad met educatieve links. Daar hebben we tal van websites geplaatst die je in LearnUp kan gebruiken. Zo zou je bijvoorbeeld meteen de website van SchoolTV kunnen toevoegen via Insert. En komt die website tevoorschijn. Ja, zo. Deze even terug weg. Gaan we terug even naar het menuutje. Kom ik terug op de educatieve links terecht. Kan ik even verder scrollen en zie je dat er tal van andere websites zijn die je makkelijk kan gebruiken. Het leuke wordt ook dat je... het is zo dat sommige websites zich niet lenen om gebruikt te worden in iDree LearnUp. Maar dan kan je wel bijvoorbeeld rechtstreeks in YouTube gaan zoeken. Ziezo. En kan ik bijvoorbeeld... Hier staat al een zoekwoord klaar, iDree All-Stars. Maar kan ik bijvoorbeeld een heel andere zoekwoord gaan ingeven. En kan ik een onderwerp nemen, bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci, mochten er leerkrachten uit het secundair zijn, en kan ik hier meteen een lesje terugvinden over, of een filmpje althans, over Leonardo Da Vinci. Ja. Terug even naar mijn startmenu, ziezo. Dus dat zijn de educatieve links, die je ofwel kan invoegen, dan krijg je de website op je scherm. Je kan er ook naartoe surfen, dat kan ook. En dan verder naar beneden kan je dus ook gaan zoeken op specifieke content van die aanbieder. Ja. En dan de laatste vind je ook nog even alle content terug die ook Anneke even heeft getoond. Hè. De 3D-leermiddelen, daar kan je even doorscrollen. Je kan ook door de Edumedia-leermiddelen even scrollen, zoals je ziet. En die dan gaan gebruiken. Of meteen via bekijk alle materialen. Krijg je dan meteen alle Edumedia leermiddelen te zien. Ja? Dus dat is een van de grootste veranderingen die je vanaf volgende week zal te zien krijgen. Nog een verandering die we hebben geïmplementeerd, die niet onbelangrijk is, is dat als je de tekstfunctie selecteert en gaat typen, dan zie je dat nu het tekstvak automatisch vergroot en de tekst niet heel de tijd gaat afbreken naar beneden. En je kan dus zo heel de tijd blijven doortypen tot het einde en dan gaat die wel afbreken. Ja? Dus dit is nu zodanig aangepast dat het iets makkelijker wordt om die tekstvelden te bouwen. Ziezo, dat zijn de grootste veranderingen. Zoals ik al zei, het is zeker belangrijk om onze nieuwsbrieven in de gaten te houden. En kijk ook zeker even op ons iDree All-Stars kanaal, waar je bij de playlists de Nederlandstalige tutorials kan vinden, waar je allerlei, nu gaat er natuurlijk direct een filmpje afspelen, even pauzeren, waar je kan zien hoe je verschillende acties kan doen en wordt alles netjes in een filmpje getoond, zodat je het allemaal rustig even kan bekijken. Er waren twee vragen langsgekomen die ik nog even wou beantwoorden via deze weg. Er was een vraag gekomen, ja, ik zie die knop autosave niet. Dus ik ga even een nieuw tabblad openen. Ik start mijn iDree LearnUp. En ik kom op mijn account terecht, nadat ik ben aangemeld. En bij mij staat inderdaad die knop autosave wel. Nu, hoe zorg je ervoor dat die er wel komt, mocht het zijn dat je die niet ziet? Wel, dat doe je in je persoonlijke instellingen. Om dat te zoeken, ga je naar het startmenu. En vervolgens klik je op je profielfoto. Als ik daarop klik, op mijn profielfoto, ga ik naar mijn persoonlijke instellingen
En kan ik vervolgens bij mijn voorkeuren nog even meegeven, als deze tekst, als die nog in het Engels zou staan, moet je even hier in je profielinstellingen je taal naar het Nederlands zetten. Dat is wel belangrijk. En kan ik dus bij mijn voorkeuren die knop van automatisch opslaan activeren. Dus vrij belangrijk als je dat wil gaan gebruiken. En een laatste vraag die langskwam tijdens de uitleg van Anneke. Toen de pennen werden uitgelegd, even naar de standaardkleuren. Ik heb maar 6 kleuren inderdaad, maar je kan bij de persoonlijke kleuren een kleur gaan toevoegen door op het plusje te klikken. Je kiest dan een kleur hier, je kiest een bepaalde tint en die voeg je eraan toe. En nu heb ik deze kleur toegevoegd. Wil ik die verwijderen, selecteer ik die en kan ik die opnieuw verwijderen. En zo kan je je eigen kleurenpalet uitbreiden. Ziezo, dat was het van mijn kant. Ik geef er nog even mee dat je natuurlijk contact kan opnemen met ons. Via het adres idriallstars@idritechnologies.com. Alle vragen zijn zeker welkom, maar vergeet zeker niet even op zoek te gaan naar onze social media kanalen op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Even zoeken naar Idri Allstars en dan ga je onze online social media kanalen zeker terugvinden. Zoals gezegd, sturen we regelmatig niet te veel, want dat is ook niet fijn. Maar toch regelmatig een nieuwsbrief uit met wat tips en tricks en wat informatie. En dan tot slot nog even meegeven dat we nog 2 live sessies hebben die staan aan te komen. En daar kan Anneke je misschien nog even iets verder over vertellen. Anneke, het woord is terug aan jou. Oké, inderdaad over die live sessies. Er zullen nog een live sessie zijn op 30 september in Deerlijk en op 7 oktober in Diest. Telkens van 13:30 tot 15:30. Willen jullie daarvoor intekenen, dan kunnen jullie momenteel altijd een mailtje sturen naar idriallstars@idritechnologies.com. Voorlopig, binnenkort zal de website live staan en dan kan je ook nog inschrijven voor volgende sessies. We hebben 4 sessies voorzien voor jullie, waarbij we starten met de startles zoals vandaag. En dan gaan we verder uitbreiden naar hoe bouw je echt een les, hoe kan je activiteiten in een activity builder maken en hoe kan je bijvoorbeeld ook echt samenwerken met je leerlingen. Die sessies zijn wel betalend, maar dat is voor een hele mooie prijs. Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar idriallstars@idritechnologies.com en wij geven je alle informatie. Wil je toch liever een webinar volgen? Ik kan jullie beloven dat op die 2 data wordt alles ook opgenomen. En dan kunnen we dezelfde sessie via een webinar, via een hybride klas als het ware, kunnen jullie meedeelnemen aan de sessie. Zo, ik hoop dat we jullie een beetje enthousiast hebben gemaakt door LearnUp te gaan en door de verschillende tools te laten zien. Ik hoop alleen maar dat jullie er enthousiast mee aan de slag gaan. Ik heb vanochtend en Davy zelf ook een pedagogische studiedag gegeven in een school en ik ben daar echt ontzettend trots buiten gegaan. Al de leerkrachten hebben op het moment zelf lessen gemaakt. Ze waren zelf heel tevreden, dus dit om maar te zeggen dat het heel fijn is om de informatie die ik jullie geef, zodanig dat jullie ermee aan de slag kunnen gaan, om dat allemaal te gebruiken. Zo, bij deze sluit ik af. Moesten jullie nog vragen hebben, onze Q&A blijft nog eventjes openstaan, maar van mij alvast nog een fijne middag en bedankt voor jullie deelname. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel en tot de volgende keer.